Deze serie is mogelijk gemaakt door Firestarters bij Vodafone. In Firestarters de series laten we zien hoe mobiele technologie ons leven verandert. In deze aflevering zoomen we in op mobiele oplossingen voor mensen met een visuele beperking. Ik ben Tjarda Struik. Ik heb maculadegeneratie en dat betekent dat in het midden van mijn oog zie ik helemaal niks meer. En ik kijk dus met de zijkanten. En de zijkanten zijn gemaakt om bewegingen waar te nemen en om je te oriënteren. Dus die dingen kan ik wel, maar ik kan niet meer scherp zien, niet meer mensen herkennen. En ik kan niet meer lezen. Geen detail dus. Mijn telefoon en mijn iPad betekenen heel veel voor mij. Want dat is eigenlijk mijn toegang tot de wereld waar zienden ook toegang toe hebben. Alles wat voor jullie vanzelfsprekend is, wat je met je telefoon kan doen. Dus bijvoorbeeld je sociale contacten, navigatie, met het openbaar vervoer gaan. Eigenlijk noem het maar op. E-mail, berichten. Al die dingen zijn nu ook voor mij toegankelijk, omdat mijn iPad en mijn telefoon tegen me praten. Nieuwsoverzicht. Hoofdmenu. Leila Kramer, gedeeld met vrienden. Foto. 63 vind ik leuks. 13 reacties. Mensen die zien, die hebben gewoon in één keer het overzicht. En ik tast het echt af. Ik tast mijn beeld af. Vriendschapsverzoeken, berichten. Vriendschapshoofdmenu, vriendbericht, meldingen. De touchdisplays die worden natuurlijk steeds belangrijker. En die zijn eigenlijk heel passief. Hè? Je kan wel iets aanklikken, maar je voelt niets anders dan dat je het glas aanraakt van de touchscreen. Maar je voelt niet wat je aan het doen bent. Wij denken veel meer aan meer intuïtieve systemen. Bijvoorbeeld zoals je al in een mobiele telefoon een trillfunctie hebt. Of we die kunnen uitbreiden, dat je veel meer kunt voelen wat er op je telefoon wordt afgebeeld. Nou, wat we hier zien. Daarmee kunnen we jouw bovenlichaam op iedere locatie trillen. En dan denk je, ja, wat moet je daar nou mee? Het idee erachter is heel simpel. Hè? Tik je op je schouder. Als iemand jou op je schouder tikt, weet je meteen, oh, daar zit wat. Als je links getrild wordt, moet je naar links of dan zit er iets links. En als je rechts, dan zit er iets rechts. Dat betekent dat we eigenlijk heel veel kunnen doen met jouw huid als informatiekanaal. Jouw huid als vervanging van je ogen en je oren. Dus we hebben een kastje, daar zitten een batterij in en Bluetooth en wat elektronica. Daarmee koppel je hem bijvoorbeeld aan je mobiele telefoon, aan je navigatiesysteem die beelden kan herkennen, obstakels kan herkennen, deuren en trappen kan herkennen. En die informatie aan een slechtziende gebruiker kan geven. Hartstikke handig. En natuurlijk helemaal als je je omgeving niet kan zien omdat je slechtziend of blind bent. Ik gebruik dus en mijn iPad, maar wat helemaal handig is mijn telefoon. Ik vind het heel leuk om te sporten, dus dan heb ik een appje. Dat heet Runkeeper en dat kunnen ziende mensen ook gebruiken. En dat appje is ook toegankelijk voor mij. Runkeeper, activities, altijd in totals. Ik vind het gewoon helemaal het einde dat ik gewoon iets kan gebruiken wat ziende mensen ook kunnen gebruiken. Het is gewoon hetzelfde. Friends, top 4 van 5. Voordat ik een iPhone had, zat ik gewoon uit mijn hoofd te leren van welke letters op welk cijfertje zitten. En dan maar intoetsen en onthouden wat ik allemaal getypt had. Dus dat was het enige wat ik had. En het gaat alle kanten op, de ontwikkelingen. Technologie wordt kleiner, wordt lichter, komt dichter op ons lichaam. We maken zelfs al stappen waarbij technologie in het lichaam komt. Kan je voorstellen dat die intieme relatie tussen de technologie en jouzelf als mens zijn, die wordt nog veel intiemer. Maar wat het mooiste zou zijn, is dat ik op een gegeven moment een device heb die constant filmt of foto's maakt. En die zelf registreert wanneer er een obstakel is. Zodat die me helpt om alle obstakels heen. Dat zou wel echt een heel mooi toekomstbeeld zijn voor mij. Deze serie is mogelijk gemaakt door Firestarters bij Vodafone.